Tractorbobbing TV wordt mede mogelijk gemaakt door Deutfar en Van der Brink, hoogwerker en kraanverhuur. Kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl. De combinatie Triple X. Ook na afgelopen seizoen gepromoveerd naar de top. En op de zevende plaats waren we met redelijk veilig. Tot wel de combinatie aan half voor de betrokken. Dat hij links achter wel rondgaat, maar aan de rechterachter in ieder geval niet. Na Triple X de wagen niet meer gezet. Hier komt de eerste officieel. Hier komt Aldrin. Michael Raad, die na de even kijken of het hier in één keer goed kan gaan, want het is misschien wel samen met Greenstar een van de revelaties van de winter van 16 de sport. Daar is de winter. Dat is meermaals heeft laten zien absoluut met de top in deze klasse mee te kunnen. Oftewel langzaam aan opvoeren en proberen die bij ons te kopiëren. Wat een uitstelling van de Groene Hartwijk. En hij ziet putten tussen 102 en 110 meter. Een absoluut nieuw fenomeen in een tractorvoering heeft laten zien als het gaat over hangen van de motor. Kan Dennis Maurik op de bot van deze Greenstar hier onze wiel in de voering brengen? Of wel, dames en heren, Greenstar bij. Grond heel druk bezig is met een ander project wat ook binnen een supersportregio past, zij kan één niveautje hoger. En in de loop van dit seizoen denk ik dat er hier nog wel een bordje aan de zijkant van de machine gaat komen, maar zover is het. We lopen nog even niet. Volgende fietser hebben we er twee. Maar komt er daarmee ook niet aan. Hij
de Ranier Sittermeijer tot vanmiddag een uurtje of twee gesleuteld heeft om het zaakje weer terug te krijgen. Het smeersysteem van de turbo aangepast. Maar de grote vraag is, blijft deze erop staan? Dat vertrouwen is niet meer heel groot. Nee, dat gaat wel. Kijk maar. Jij zegt ja, hè. Ik wacht tot ik uitgepraat ben, maat. Ik heb vanmiddag de foto's nog gezien van het uitlaatwieltje van mij. Ranier zei, ik heb het smeersysteem aangepast, maar als deze erop blijft staan, dan hebben we toch een aantal jaren iets verkeerd gedaan. En die gaat er inderdaad af. Juist het profiel op de juiste spanning. En dat zijn nou net die krenten in de pap. Die er niet altijd op zitten. Stef Baks, die zoveel wielsnelheid draaide in Achterkerken, maar daarom contact met de baan niet kon vinden. Dat is dan meer een Baks te zijn, want niemand twijfelt aan de motorvermogen van Stef Baks. En natuurlijk kunnen we het ook de richting moeilijk uitgooien. Natuurlijk speelt dat een rol, want die eerst, dan kijk eens helemaal naar links, dan kan je naar rechts toe uitmaken. Wel graag zou willen, want dan verplaats ik mij even op de stoel van de wedstrijdleider. Dan kom je daar gemiddeld toch gewoon nog steeds bovenuit. Oftewel, zonder één eerst gewonnen dit seizoen brengt het jouw wedstrijd derde in de competitie. En daarmee dus wel een geduchte outsider. Kortom, dames en heren, de Fox Blue Tiger hier langzaamaan richting de max van 2700 toeren gejaagd. Van hem ook derde Thomas van Steenberg. De Leidenstraat ook niet heen kunnen verwijzen volgens mij. Daar zit deze vader met afstanden die heel snel de zon laat. Heel snel weer terug aan het lopen, willen krijgen. En die is afgeslagen, dat wil je natuurlijk absoluut niet met zo'n bloedheid de motor. Hij staat van buiten daarmee een zesde plaats. Top 3. Niet verreden met 96. En het zou nu een ruime 91 meter zijn. Langzaam optoeren met de combinatie Bert Romans. Tweede de competitie, weer af en afgelopen weekend. Als je het ziet, dan moet je kijken met deze motor. Ik denk voor een derde van deze blazer is 6 cilinder. En is het Rudy die daar zo'n beetje bij de 70 meter positie neemt, oftewel alle ogen gericht op de grasselde man met het Limburgs IJsselstein, dames en heren. Een kopietje Stef Baks. Zou qua afstand ook nog een kopietje daarvan kunnen zijn. En ze blijven de komende tijd nog veel van gaan horen. Stoken, stoken, stoken. En langzaam aan aanrollen. Waarbij je dan echt op beide wielen doortrekken en het maximaal aan koppel moet laten zien. Voor de combinatie doet de Rundi Schrijver hier natuurlijk wel mee met hele sterke namen. Hij die daarmee vroegtijdig hier afhaakt op de toer. Hendrik Jan van der Kaar, loonzijde in de 9 tonnen, dezelfde. Voor de combinatie stort je weer. Plaatsje nummertje 2, Green Star, Dennis Maurik en Theo Pellegrom.
dames en heren, de hoogste treden. In alle vormen van waardering en respect. Groene aan mee! En voor een geweldig herensgebod, wat mij betreft denk ik echt de beste drie van dit moment vertegenwoordigt, zetten we de dames er nog even bij. Aan de zijkant en gaan we nog eventjes één keer met maximaal respect voor de 3,6 in de spot, top in de win! Dank jullie wel. Tractor Pulling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Deutsvaart en Van der Brink, hoogwerker en kraanverhuur. Kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.